En ik ga gewoon zo onderstuurd met rokende banden. Hop, zo de plamp in. Hoe verdien jij nou eigenlijk geld? Ja. Goed dat je weer kijkt, Drivers Dream kijkers. Het is koud. Ik hou mijn handen even in mijn zak. Ja, de Targa 4 GTS. In mijn ogen een ultieme combinatie van de mooiste en de lekkerste spec op een Porsche 911, de 992 uitvoering. Ja, de Targa natuurlijk met die beugel en die kap die heerlijk zo opent. En dan de GTS spec. Ik vind het de lekkerste uit de range. Dus ja, dit, en zeker in het krijtgrijs, kijk nou. Dit is een hele fijne 911. Ja, deze kennen we natuurlijk, hè. De terrascatcher bij uitstek. En ja, die kap die zo helemaal naar achter opent. En dit kan dus alleen als de auto stilstaat. Normaal bij een 911 kun je tot 50 km per uur bij een cabrio de kap openen. Bij een Targa moet die stilstaan. Maar dat ligt natuurlijk hier aan. Kijk, op het moment dat die kap opent en hij staat in zijn achterste stand, dat is nu, dan kun je dus de achterlichten niet goed zien. Bovendien steekt die enorm uit. Dus pas ook op als je dit in een parkeergarage doet en je staat dicht tegen een muur aan. Ja, dat is niet echt handig. Natuurlijk gaan wij rijden met deze Targa en gaan we je er alles over vertellen. Maar we gaan nog veel meer vertellen, want we hebben het al aangekondigd op onze Instagram pagina en op die van mij. We gaan een Q&A doen. We gaan iets meer vertellen over Driver's Dream in 2022, want het is het einde van het jaar. We gaan een beetje terugblikken. We gaan een beetje vertellen wat we eigenlijk allemaal nog meer gaan doen. Maar we gaan ook vertellen, ja, heel veel persoonlijke vragen. Van wat vind ik nou de mooiste en de leukste en de snelste. Enfin, je gaat het allemaal horen, dus kom mee, aan boord. Oh, ah, best goed. Hoe kan ik u helpen? Welkom aan boord, Drivers Dream kijkers, van deze 992 Targa 4 GTS. Hele mond vol altijd en dat staat dan ook helemaal vol op zijn wips uitgeschreven. Vinden ze in China geloof ik fijn. Van mij mag het eraf. Ik heb zelf ook meerdere 911's gehad, maar daar komen we later in de Q&A nog wel op terug. En ja, als je er weer in zit, het is gewoon zitten gaan. Je hoeft niks te installeren, je hoeft niet te zoeken. Het voelt meteen weer fijn, vertrouwd, ja, en goed. Je kunt hier gewoon dagelijks kilometers mee maken. Je hebt nog een achterbank, je kunt spullen kwijt, je kunt kleine kinderen kwijt. Ik moet zeggen dat ik van die 992 niet meteen weg was. En ik vond de eerste modellen toen ze uitkwamen, zo in 19, met name die hele hoge achterkant. Ik reed ook even terug en we kijken zo achterom en ja, je kunt bijna niks meer zien. Die achterkant is zo hoog, maar ja, hij is natuurlijk qua interieur is het weer zulke stappen vooruit. Het ziet er zo ontzettend gaaf uit. En er zijn natuurlijk bepaalde modellen, want wij hebben met die GT3 afgelopen jaar gereden. En als je die beelden nog niet hebt gezien, nou klik maar hier. Fantastisch. Fantastisch. Wat een apparaat. En ook deze GTS-uitvoering die nieuw is in de lijn. En in combinatie met de Targa is gewoon een hele fijne spec. Alleen ja, die prijzen waar, ja, van 10 jaar geleden wat je betaalde voor een dik aangeklede 911 Turbo. Ja, heb je nu dit voor? Want dit kost gewoon 2,5 ton op Nederlands kenteken. Kanonnen zeg. Gewoon een goed aangeklede Targa die gewoon 2,5 ton kost. Ja, dat is wel echt geld, hè? Natuurlijk is die met PDK en dan schakelt hij ook echt gewoon 7/8 tiende sneller dan een handgeschakelde. Maar ze leveren hem gewoon nog. Ze leveren gewoon op bijna elk model nog gewoon een handgeschakelde 911. Ja, en kom er maar eens om bij andere merken. Dus dat maakt Porsche sowieso al uniek. Maar welke uitvoering je ook hebt. En ja, het is nu vandaag 3 graden, een beetje vochtig. Ik sta op zomerbanden. Maar oh, wat geeft deze auto à la minuut instant gewoon vertrouwen. En je kunt ermee driften, je kunt er hard de bocht mee in. Hij zet zich dan die kont. En ja, het is gewoon zo knap. Het is gewoon zo ontzettend fijn precisie-instrument die je kunt zetten, sturen. Heerlijk. Maar genoeg over de 911 gepraat. Het gaat eigenlijk in deze video meer om de Q&A. Nou, we hebben jullie gevraagd via Instagram vragen op ons af te vuren, maar alles zijn. En die hebben we gekregen. Nou, Gurp, hoeveel zijn het er? Ik geloof 70 of 80 wel. Dus nou, dat is best wel veel. Dit is Gurp, hè? Cameraman en editor. En ja, ook nog Petrolhead, hè? Ook ja, nog. Ja,
Hij weet soms meer van auto's dan ik. Jawel. Ja. Jij hebt vragen verzameld, hè? Ja, zoals gezegd, we hebben een heleboel binnengekregen. Oké. Okay. En de eerste die binnenkwam, die kwam echt binnen 20 seconden binnen. En die is daarna ook nog heel vaak binnengekomen. Sjoerd, hoe verdien jij nou eigenlijk je geld? Ja, nou in ieder geval met dingen die ik leuk vind. En ik heb heel lang in de media gewerkt, dus bij het tijdschrift Quote. Dat is eigenlijk mijn eerste en enige betaalde baan geweest in loondienst bij Quote. Jort Kelder heeft mij toen aangenomen en ja, vanuit daar redacteur. Toen ben ik een tijdje gaan freelancen en uiteindelijk ben ik toen gevraagd als hoofdredacteur. Het leuke was gewoon met Quote dat ik daar de totaal vrije hand had om met auto's te testen. En eigenlijk vanaf 2012 ben ik met voor mezelf begonnen. En ben ik onder andere samen met mijn compagnon Lars Bensen Cars & Business begonnen. Cars & Business, dat is eigenlijk de basis. Dat is een supercarclub met ruim 200 leden. En ja, die leden die betalen weer een bepaald lidmaatschap bij ons. Dus waar verdien ik mijn geld mee? Eigenlijk alleen maar met auto gerelateerd dingen. Dus het organiseren van tripjes, zoals de Challenge. Het organiseren van Formule 1 tripjes. Supercar Sunday is ook een evenement wat wij organiseren. De Amsterdam Motor Show, dat is ook, nou ja, als het allemaal weer mag. Corona is niet de makkelijkste tijd. Maar goed, eigenlijk heel veel rallies en tripjes, dat vind ik leuk. Dus dat is eigenlijk in de basis waar ik mijn geld mee verdien. En heb je daar nog een bepaalde studie of opleiding voor gedaan? Nou, niet hiervoor, want wat ik doe, daar is geen mijn rijbewijs gehaald. Dat is, dat is mijn opleiding. Nee, ik heb ooit heel braaf, geloof het of niet, rechten gestudeerd in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam. Maar het was wel al heel snel duidelijk dat niks voor mij was in de zin van dat ik daar iets mee ging doen. Kijk, nu is het geloof ik heel hip om natuurlijk meteen je eigen bedrijf te beginnen als je 18 bent. Ja. Dat was misschien in de jaren 80, 90 wat minder. Toen was het toch het werken bij een groot corporate bedrijf. Ja, dat was toen een beetje het iets hoogst haalbare. Je ging niet zo snel je eigen bedrijf beginnen. En een beetje in dat licht, misschien ook door vadersdwang nog een beetje, ben ik gewoon rechten gaan studeren. Want dat is, zoals men zegt, een soort brede studie. Waar je dan altijd goed mee terechtkomt. Nou, kijk naar mij. Hij heeft mooi uitgepakt. Ja. En voordat Driver's Dream er was, natuurlijk lang geleden, had je ook Petrolhead. Ja. Maakte je eigenlijk zelf soort filmpjes. Ja. Auto reviews. Alleen toen bestond YouTube nog niet. Nee. Dus dat klopt. Eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, ben ik al de autofilmpjes maken in Nederland voor het internet wel een van de eerste, de grondleggers ervan. Lekker. En Petrolhead was dat zeker. Begonnen in 2003, 2004, even rond die tijd. En die filmpjes, die waren dus, nou, nogmaals, YouTube bestond nog niet, dus die waren embedded. Op de site. Dus je moest daadwerkelijk naar petrolhead.nl gaan. En daar op die filmpjes klikken. En we hadden toen ook wel echt 100.000 kijkers. Dus dat was wel op het laatst. Hè? Zeker niet in het begin. Ja, er was geen concurrentie. En nu zijn er natuurlijk honderden, zo niet duizenden filmpjes waar auto-kanalen waar je op kunt klikken. Ja, toen was dat er niet. Er was geen social media. Dus ja, de bekendheid kwam echt een beetje van mond op mond. Nou, ik keek het ook altijd. En is er nog een Petrolhead moment wat je zou willen herbeleven? Dat je denkt, we hebben natuurlijk die Challenge Stradale nog een keer gedaan. Ja, die Challenge Stradale. Oh ja, zoveel. Zoveel. Natuurlijk heel veel momenten die me zijn bijgebleven. Ik moet zeggen, ik ben door Ferrari toen een keer uitgenodigd en zijn we naar de fabriek in Maranello geweest, waar ik toen op Fiorano mocht rijden en kijken in een schatkamer kreeg met alle FXX'en die er toen stonden. Okay. En toen hebben we een roadtrip gedaan naar het cliënten Corsi, geloof ik, in Zuid-Frankrijk. En toen heb ik met de 612 gereden, de 599. En dat was een waanzinnig gave roadtrip. Maar 360 inderdaad, de Ford GT. Dat was eigenlijk het allereerste Petrolhead filmpje wat we gemaakt hebben met de eerste generatie van de nieuwe Ford GT.
vond ik toch ook wel heel gaaf. Oh ja, en Bernd en Brinken heb ik toch wel een paar filmpjes mee gemaakt. En ja, de man heeft wel een wagenbeheersing. En ik weet nog wel, hij heeft er een klein beetje last mee gehad, heeft hij me later verteld, met de lokale politie. Maar hoe hij met die Enzo aan het driften was en die CLK DTM. Ja, zijn mooie momenten. Nou, dat waren precies de momenten die ik zou kiezen als we nog iets moesten maken. Dat was zeg maar de kracht. Het was soms wel fijn dat er geen social media was, zeg maar. nu gaan er meteen 100 telefoontjes natuurlijk staan er klaar. Ja, dat kan niet meer. En waarom ben je daar uiteindelijk mee gestopt, Petrohead? Omdat ik geen tijd meer had. Het moet op een gegeven moment wel genoeg opbrengen. Kijk, Petrohead is altijd een hobbyproject geweest. En dan maak je dus één keer in de week zo'n filmpje. Maar ik werd toen hoofdredacteur van Quote in 2007. Dus ja, dan heb je een... En daarvoor was ik, die 4 jaar was ik freelance. Dus kon ik mijn eigen tijd een beetje indelen. Op het moment dat je hoofdredacteur wordt, je bent weer in loondienst. En ja, dat is best wel een veel eisende baan. Dan ben je druk. Dus dan moet je in de weekenden, in je spaarzame vrije tijd, moet je dus elke week die filmpjes gaan maken. Dat ging niet meer. En als het nou zo was dat ik daar €5.000 mee zou verdienen per weekend, dan zou je nog denken, wow. Maar ik was natuurlijk al blij als ik een gevulde koek bij de Shell kon kopen van dat geld. Want ja, YouTube betaalt nu wat beter, maar de inkomsten waren natuurlijk niet na vanand dat je er... Dat ik dacht, dit moet ik nog heel lang mee doorgaan. En zijn er nog YouTube-kanalen waar je zelf naar kijkt? Naast Drivestream natuurlijk, maar ook, kan ook Engels zijn. Voornamelijk Engels. En ja, dan moet ik een beetje oppassen. Nederlandse kanalen. Ik ken natuurlijk een aantal, maar... Ja, ik moet dat wel netjes zeggen. Maar die kunnen mijn aandacht niet erg lang vasthouden. Dat is ook een beetje hoe ik Drivestream ben begonnen. Van ja, ik wilde gewoon een kanaal dan... Zoals ik het doe. En of mensen dat leuk vinden of niet. Dat zien we dan wel terug in de views. Maar ja, ik kan niet tegen dat gesponsorde gepraat. Ik kan niet tegen commerciële dingen. Dat in de zin van, daar prikken mensen wel doorheen. On topic wat je vraagt. Ik kijk eigenlijk alleen maar Engelse kanalen. Harry's Garage vind ik geweldig. Die is inmiddels al dik 500.000 abonnees. Maar dan was ik toch wel bij. En Harry Metcalf met zijn stem. Ja, dat vind ik leuk om te kijken. Chris Harris uiteraard, al vind ik Chris Harris on Cars in zijn eigen kanaal is die veel leuker eigenlijk dan ik wil niet de Top Gear filmpjes, dat is allemaal weer te gescript, weet je, al die gescripte dingen, dat is, het ziet er allemaal wel gelikt uit, ja. Maar het is niet, in mijn ogen niet echt. En dan Seen Through Glass, ik weet niet hoe heet die jongen ook alweer, weet jij dat? Sam. Die vind ik wel, eigenlijk alleen Engelse kanalen. Dat is een land wat mij na aan het hart ligt, waar de humor goed is en waar heel veel petrolheads wonen. En helaas net zo slecht weer als in Nederland. Zijn er ook BN'ers, bekende mensen, waarvan jij zegt, nou die hebben nou echt een leuk wagenpark? Die heeft een gave auto. Weet je, daar komen denk ik ook nog op. Van, ik heb een hele brede smaak. Er zijn natuurlijk heel veel van die influencers en BN'ers die rijden allemaal in gesponsorde karretjes. Nee, doen we dat tot aan McLaren's toe. Ga geen namen noemen. We hebben een filmpje gemaakt met Jort Kelder. Jort heeft een aantal auto's, waaronder die E-Type en een Saab Cabrio. En ja, die Land Rover, die Defenders, weet je, hij is natuurlijk wel een autogek. En het zijn geen auto's die ik allemaal zou uitkiezen. Nee. Nou, Joel Beukers, influencer, heeft een Ferrari 800 pk 812 Superfast. Dat vind ik wel een leukere keuze, dat al die YouTubers hebben allemaal Lamborghinis. Vraag me niet waarom. En hij heeft natuurlijk die G6x6, wat een bizarre apparaat is. Hebben we ook nog gereden op Drivestream. Hij heeft nog een Maserati Quattroporte, ook nog een mooie. Nou, dat vind ik wel gaaf. Die heeft het wel leuk voor elkaar. Ja. Ja, zeker. Is er nog meer gevraagd of is dit alles? Zeker, nee, er is nog veel meer gevraagd. Ja. Dit is denk ik de meest geanticipeerde vraag sinds het begin van Driver's Dream. Wat voor auto heb je nou zelf? Nou ja, echt privé is er niet zo heel veel. Dat komt ook, ik heb nu 2 kleine kinderen, althans mijn dochter is 5, mijn zoon is 9. Dus ja, dan heb je een daily driver met veel bagage en ruimte nodig. Ik heb heel lang in Amsterdam gewoond.
30 jaar lang. Dat is ook niet de ideale plek om auto's te parkeren. Weet jij ook alles van, ja. Gurb. Dus ik huurde altijd een garage. Nou, daar had ik plek voor twee auto's. Dus ja, dat past dus. Op dit moment ziet mijn wagenpark er als volgt uit. En dat is nogal wisselend vaak. Maar mijn daily is een Range Rover Sport. Vind ik gewoon hele fijne auto's en mooie SUV's. Er zijn niet veel SUV's die ik eigenlijk mooi vind. Nee. Of die ik leuk vind. En ik rij achterlijk veel. Dus dat is een alles in één auto. En ik vind dat gewoon een fijne auto. Die er overigens wel binnenkort, denk ik, toch weer uitgaat voor iets anders. Dus. En we hebben nu een Maserati. Hè? Gran Turismo MC Stradale. Ja, dat is als sportding erbij. Waarmee we ook weer uiteraard gewoon gaan toeren en kilometers maken. Gewoon heerlijk. En het kan over 6 maanden kan het er weer helemaal anders uitzien. Maar je hebt natuurlijk wel veel auto's gehad. Ja. Zijn er nog auto's die echt bijgebleven zijn, die je mist? Uit de dingen die door de jaren heen gereden? Ja. Nou ja, ja. Kijk, auto's zijn ook in mijn ogen gebruiksvoorwerpen. Weet je, alle respect natuurlijk voor alle mensen die ze op dit moment als schilderijen verzamelen en de nood in rijden. Ja, rijden met die hokken. Allemaal. Gewoon gebruik die auto's. Daar zijn ze voor. Nou ja, ik heb heel vroeger de Mehari gehad. Een Citroën Mehari. En die auto's die zijn inmiddels ook best wel duur geworden. Gewoon 25.000 euro voor een goede Mehari. Heeft niets met autorijden te maken. Maar ja, dit is gewoon een superleuk autootje. 2 jaar geleden heb ik toen verkocht mijn 991.1 Carrera 2. Hou u vast. Handbak. En ik zei het al, 991.1, dus de laatste atmosferische. Op dat moment voor goed geld, maar ja, die auto is alleen maar .1. Kijk maar op gaspedaal, kijk op mobiele. Die ik nu zeg, hij was ook nog in het rood. Ze zijn er niet, ze zijn gewoon niet te krijgen. En als je er een vindt, zijn ze gewoon 20.000, 30.000 euro al meer waard geworden. Dus ja, dat is even een foutje. Een foutje in de regie. Die had ik dus nooit weg moeten doen. Dus daar heb ik eigenlijk wel spijt van, ja. En wat was je eerste auto? Jezus, ik denk dat heel veel kijkers dat niet eens weten wat een Talbot is. Dat is een Franse auto. Zeg jou niks, hè? Hoe oud ben je nou? 28, ja jongen. Vroeger had je nog meer Franse auto's. En je had ook Talbot. Talbot is een legendarisch Frans merk, maar dat heeft in de jaren 50 en 60 echt wel hele mooie sportauto's gebouwd. En ja, in de 70, 80 automerken komen en die gaan. Nou, Talbot is zo'n merk wat verdwenen is. Maar die maakte nog de Samba, de Talbot Samba. En toen ik 18 was en dan rijbewijs had, was het een Talbot Samba. Officieel de auto van mijn moeder, maar die heb ik al snel ingepikt en toegeëigend. Nou, dat is dan wel een leuk verhaal, want ik geloof dat die vraag ook nog komt. Mijn grootste crash ooit was 1 uur nadat ik mijn rijbewijs had. En dat is echt waar. Ik dacht natuurlijk dat ik toen ik mijn rijbewijs had, dat ik Schumacher hemzelf was. Stiekem reed ik al iets te veel en te vaak. Dat heet Joy Riding, geloof ik. Zonder rijbewijs, dat kon toen al. Don't try this at home, dames en heren. Maar 16, 17, ik jatte de auto van mijn moeder al iets te veel. Maar toen had ik dus officieel een rijbewijs. En met een vriendje, Rob Koning, hoi Rob, gingen wij toen racen ergens op die platte landweggetjes, zo'n boerenlandweggetjes. En er was een soort hobbel. Een bruggetje. En na dat bruggetje was er een bochtje naar rechts. En dat was best wel een scherpe bocht. En ik kwam in die Talbot Samba, 80, 90, 4 banden los. En op het moment dat ik in de lucht hing, wist ik al, dit gaat niet goed. Want er was een scherp. En ik ga gewoon zo onderstuurd met rokende banden. Ik had mijn schooltas nog achterin. Hop, zo de plomp in. Ja, en ik had echt 2 uur mijn rijbewijs. En toen dacht ik, zo moet het niet. En dat is mijn enige echte klapper. Daarna heb ik dus wel wat bijgeleerd. Nou, dat was inderdaad een vraag van rijden wel schade? Ja, of wordt er tijdens Driver's Dream wel in schade gereden? Nou, klop, hout moet dat. Maar oké, een keer een velgje tegen de stoep gebeurt mij ook wel eens, sorry. Maar eigenlijk niet. Een lekke band met 300, dat was
dat was wel even kielen. Ja. Maar dat is niet echt schade. Nee. Houden zo. Was wel een hit. Ja, dat is wel weer YouTube. Jongens, wil je kliks op je filmpjes, zorg dat er wat misgaat. Ja. Nou, een lekker band met 300 daar. Ik denk, het is de best bekeken video, hè? Ja, zeker. Ja, ongelooflijk. Met afstand. Ze willen gewoon dat je de pomp in rijdt, tegen de bomen rijdt, 300 een lekker band. Ja, dan gaan jullie klikken, hè? Nou, ja. Nou, geen schade dus. Nee, nee. Maar bekeuringen. Ja. Ja, tuurlijk. Alleen niet zoveel. Minder dan jullie denken. Ik rij echt niet de hele dag met mijn gestrekte rechtervoet. Maar ik hou wel van doorrijden. Ja. Dus collateral damage is dan dat je wel eens af en toe, zeker als je zoveel kilometers rijdt als ik, ja, dat je wel eens boete scoort. Ik heb het even nagezocht, want ik wist dat deze natuurlijk zou komen. De hoogste boete van 2021, tromgeroffel. €286, inclusief €9 administratiekosten. En dat was met die blauwe Porsche GT3. Ja. Maar in de regel valt het eigenlijk reuze mee. Nou, ik moet wel zeggen dat jij ook wel vaak mazzel hebt met dit soort dingen. Want we zijn ook wel staande gehouden. Nee, slim. En dan krijg je eigenlijk nooit een bekeuring. Jij altijd. Ja, omdat je aardig moet zijn tegen agenten. Goede lulverhaal af en toe ophangt. Maar een beetje aardig zijn tegen de agent. Bijvoorbeeld met die 360 Challenge Stradalen. Toen in de Piet Hein Tunnel. Eigenlijk de beroemde film met Battlehead in de Piet Hein Tunnel. Toen ben ik echt 2,30, de kalkspoot uit de muren. En er zat een golfje achter me en die zat te knipperen en te knipperen. Maar dat was een anonieme golf of een gewone golf. En ik sta daarna bij het stoplicht en die gast, in één keer staat hij naast me. Ik denk, dus ik ging uitleggen dat ik de eerste keer dat ik in die auto reed, dat ik aan het filmen was. En de eerste keer in een Ferrari en meneer, en begrijpt u wel. En uiteindelijk, hij kon me niet meten. Want ja, het was. Ik kreeg een waarschuwing. Hetgene wat mij het meest bijgebleven is met de M2. Dat we een politieauto zien staan aan de overkant van de weg. En dat jij bij het stoplichten vol met rokende banden er vandoor gaat. Sorry. Nou, worden natuurlijk aangehouden. Ja. En dat die vrouw een verhaal begint dat je te wild aan het rijden bent. Ja. En jij zegt, ja, sorry, die burn-out was misschien niet nodig. En dat zij zegt, nou, daar heb ik het nog niet eens over. En die we vervolgens ook gewoon weg mag rijden. Ja, aardig zijn. Weet je, altijd zeggen, sorry mevrouw, u heeft gelijk, het was niet nodig, ik zal het nooit meer doen. En altijd de agent gelijk geven, want ze hebben ook gelijk. En dat is ook zo. En wat is dan het hardste wat je ooit hebt gereden? Niet met een boete, maar gewoon überhaupt? 3,52. Dat was in Duitsland, dus dat mag. Met een Lamborghini Murcielago. LP640 was dat. En de zondag teller of? 3,52 op de teller. Dus, 280. Waarschijnlijk, als we GPS meten, bij dan 260. Ja. De teller gaf 3,52 aan en ik vond het hard zat. Maar dat is ook sommige auto's die geven je gewoon zo'n fijn gevoel, zo'n veilig gevoel. Maar 3,52 in de Lamborghini Murcielago. Laat ik zo zeggen, voelt als 400 aan, denk ik, als je dat in een Porsche Turbo S zou doen. Dit is ook heel veel gevraagd, maar ik denk dat het ook de moeilijkste vraag is. Oh, wat is nou je favoriete auto? Ja, dat is natuurlijk maar één favoriet heb ik niet. Ik zei het net al, mijn smaak is heel breed. Het hangt helemaal van het jaargetijde af. Het hangt natuurlijk af van, ben ik alleen, zit ik met jou in de auto? Dan moeten we alleen maar dwars gaan. Zit ik met mijn kinderen in de auto? Ja, ga ik op wintersport? Waar praten we over? Het hoeft niet allemaal duur en over de top te zijn. Echt niet. Ik kan ook genieten van een Peugeot 205 GTI. Oudje, 1.9. Is er een auto wat echt een beetje een guilty pleasure is? Er is één auto die ik ook nog eens een keer zou willen bezitten. En dat is een Aston Martin Lagonda. Dat is die uit de jaren 70. En, laat het plaatje alsjeblieft maar even zien. Ja. Ik was natuurlijk 5'6 en dan bij mijn ouders thuis lag dan ook zo'n autoboek met de. Die auto die heb ik toen ik een kind was van 10 heb ik één keer gezien in Amsterdam. Dat vond ik dat is fantastisch. Dat elektronische dashboard, hè, dat was toen heel futuristisch. Alleen dat ding
ja, nou, de reputatie was toen al zo ontzettend slecht. The Prince of Darkness, omdat alles uitviel altijd, die elektronica. Het ontwerp is nu nog steeds ongeëvenaard. Dus Guilty Pleasure, Aston Martin Lagonda. Een gaaf ding. En is er nog een auto die je echt graag zou willen rijden? McLaren F1, uiteraard. Maar een Ferrari 250 GTO. Ferrari 250 short wheelbase. En die zijn nieuwkoop. En dat is dus ook wel met verzekeringen vaak wel weer een dingetje. Dat hypercars, dit soort miljoenen kostende auto's met eigenaren wel eens lastig is. Maar het zijn wel een beetje meer de klassieke dingen. En of het nou mijn leeftijd is of niet. Maar ik vind wel, ik heb de stelregel dat alle gave, mooie, leuke auto's, die zijn al gebouwd. Als ik één auto moet kiezen die ik echt gaaf vind van dit jaar, dan 911 GT3. Maar dat niet die wij reden, die met de PDK. Maar dan zou ik een GT3 Touring nemen in het mosgroen manual. Ja. Ja, maar dat is een van de weinige auto's die mij echt, echt kan bekoren. Want ja, alle nieuwe auto's, jongens. Zijn er nog doelen voor 2022? Wat zou je willen doen? Ja, ik wil meer roadtrips. Dus jongens, meer kijken, meer abonneren, want dan komt er weer meer YouTube geld binnen. Dan kunnen wij meer tanken. En dat is natuurlijk wel een beetje het leuke. Uiteindelijk willen wij natuurlijk dit kanaal veel meer leuke dingen gaan doen. En dat, ja, als er natuurlijk wat meer YouTube geld van, dat is natuurlijk ook een vraag. Nou, wat verdienen wij op dit moment met YouTube? Ja, 1500 en 2000. Ja, 2000 euro. Per maand, hè. Dat is een beetje wat wij gemiddeld, soms is het iets meer, soms iets minder hebben. Nou, daar kunnen wij van denken. Dat vinden wij heel fijn, dus dankjewel voor het kijken. Maar ja, we willen natuurlijk wat meer roadtrips gaan doen, nog meer tanken. En we hopen dat die views wat dat betreft nog verder gaan stijgen. Ik ben een pure petrolhead die rijden leuk vind ik. Geboren om te rijden, dat is wat mijn hele leven doet. 70.000, 80 kilometer per jaar. In allerlei auto's. Maar als wij nu een pizza willen, hè, we gaan nu naar Milaan in deze GTS. Ja, top. Laten we gaan, weet je. Rijden. Wij worden noodboek. Wij worden gewoon noodboek. We tanken, we doen koffie, watertje, plassen en gaan. Ja. Ja, dat vinden we leuk. Zeker. Maar komen we gelijk op de volgende vraag. Ja. Je houdt van rijden. Ja. Word je nou echt zo misselijk als bijrijder? Ja, zeker als jij rijdt. Nee, dat is niet geacteerd. Nogmaals, ik vind al die gescripte kanalen, daar hou ik helemaal niet van. Het leuke vind ik dat ik dit soort improvisatiedingen, en ja, dan zeg je wel eens verkeerde dingen, dus dan worden we altijd weer verbeterd meteen in de comments. Maar ja, als ik ernaast zit, dan word ik misselijk. Als het hard gaat in de bergen, of niet eens hard te gaan, ja, dan is het mijn. Daar bereik ik ook altijd lief zelf. Dan word ik nooit misselijk. Oh ja, dat hoeft niet. Jezelf misselijk rijden, dat is knap. Maar het kan in een Ferrari F12 Berlinetta. Maar ja, vraag het aan mijn zus. Ik was denk ik 13, 14 en toen kon ik haar al op de achterbank ook onder als we in de bergen reden. We hebben natuurlijk dat filmpje dat heel veel mensen wel kennen met Jordi Dost. Met die Tesla. Als het heel hard gaat, op die G-krachten. Ja, ik in mijn hoofd, ik word daar echt misselijk van. Ik heb dat ook wel eens met Driver's Dream. Als ik dan, we doen een aantal keer bijvoorbeeld met die 911 Turbo. Dan doen we gewoon 6, 7 keer gewoon de start achter elkaar. En dan. Dan voel ik het wel in mijn hoofd. Ja. Maar ja. Alles voor de views. Nou, dat waren een beetje de vragen. Heb je zelf nog iets? Is dat alles? Ja. Is dat alles? Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze video. Zo ja, like hem eventjes. Subscribe op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En wij hopen gewoon in 2022 nog veel meer leuke filmpjes te maken. Nog veel meer leuke auto's te rijden. Auto's die jij ook leuk vindt. Ja, en meer roadtrips te maken. En dat die hele corona-ellende eigenlijk een beetje voorbij is. Dus hey, top 2022.